Directeur Cleopatra Jesserun van Volksgezondheid heeft aangegeven dat de mogelijkheden voor thuisquarantaine weer worden bekeken. Ze zegt dat als de epidemie onbeheersbaar wordt, het COVID-19 managementteam naar een fase zal moeten gaan waar thuisquarantaine noodzakelijk is. De mogelijkheden voor thuisquarantaine worden nu uitgewerkt om te weten hoe het eruit zal zien. Voor nu is onze strategie van detectie, dus het vinden van positieve mensen, het isoleren, dat we zeggen de positieve mensen plaatsen in een faciliteit of een ziekenhuis, de contact tracing, dat is het traceren van alle contactpersonen van zo'n positieve persoon, en de overheidsquarantaine, het beste gebleken tot nu toe. Dus dat is ook wat we voorlopig nog blijven hanteren. De epidemiologen hebben aangegeven dat de situatie op dit moment nog beheersbaar is. We hadden 3 clusters geïdentificeerd. 1 van de clusters hebben we dankzij dus de contact tracing en de quarantaine hebben wij kunnen stopzetten. Dat wil zeggen, bij die clusters zien we geen positieve gevallen meer bijkomen. Dat is in elk geval goed nieuws. Er zijn nog 2 clusters waar we toch wel nog wat positieve zien komen. En een 3e cluster waarbij we dus veel positieve zien binnenkomen. En dat zijn dus ook buitenlanders veelal. Dat kan ook te weten zijn of te danken zijn, dus hoe je het interpreteert, aan het feit dat we nu onze TROP-kliniek hebben en onze lijn, telefoonlijn, communicatielijn met de Spaans sprekende en Portugees sprekende community, waardoor veel meer mensen zich aanmelden bij ons en we veel meer mensen van die community testen. Jesserun zegt dat het ministerie van Volksgezondheid wel degelijk open staat voor homeopathie, oftewel traditionele geneeskunde. Homeopathie, fytotherapie is wat wordt gebruikt met onze kruiden, osodrisi, zoals wij dat kennen in Suriname. Echter hebben wij in Suriname nog geen onderzoeksinstituut en ook niet de wetenschappelijke en de wettelijke basis om bepaalde medicinale kruiden die wij in Suriname al gebruiken te kunnen accepteren als een dit is nou de therapie voor. Maar we staan er wel open voor en we kunnen dat officieel nog niet registreren. Maar we zeggen wel aan de gemeenschap, elke persoon is vrij om te kiezen waarvoor hij of zij denkt dat hem of haar kan helpen. Dat hebben wij ook vaker gezegd. We hebben gevraagd om uw weerstand zoveel als mogelijk te verhogen. Het is mij ook gevraagd om een diëtiste een van deze dagen aan het woord te laten. Wij hopen dat dat vrijdag kan gebeuren. En dat de vrijdag ook de epidemiologen verder kunnen ingaan op de situatie in Suriname middels een presentatie. Dat was dus Cleopatra Jesserun, directeur van Volksgezondheid. Ze sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie. De mogelijkheden voor thuisquarantaine worden uitgewerkt.